Ik ben Klasien Medendorp en ik heb onderzoek gedaan naar Gerrit Schouten, de kunstenaar van de vlinderkast. Ik heb 5 jaar in Suriname gewoond en gewerkt in het Surinaams Museum. En daar kwam ik tekeningen tegen van Gerrit Schouten. En daarmee is mijn onderzoek begonnen. Schouten heeft in grote lijnen 2 soorten werk gemaakt, tekeningen en diorama's. En de vlinderkast is eigenlijk een unicum in zijn oeuvre. Toen ik onderzoek deed, toen kwam ik erachter dat er wel zoiets geweest moest zijn. Ik had er alleen geen voorstelling van. Want dat heette dan een schilderijtje met gemaakte kapellen. Schouten heeft een dergelijk schilderijtje, zoals hij het noemde, maar het was dus ruimtelijk, geschonken aan prins Hendrik toen die in 1835 Suriname bezocht. En hij beschrijft dat stuk als enige weinige vlinders door mij naar levendige voorwerpen vervaardigd. En daarmee zegt hij eigenlijk dat hij naar de natuur werkt. Dat kastje is in Nederland terechtgekomen, maar daar is geen spoor meer van te vinden. We hebben nu wel de vlinderkast in het Boerhavenmuseum. En die is afkomstig uit het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden. Na de sluiting van het kabinet kwam de vitrine terecht in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. En in 1960 is de kast verhuisd naar het Boerhavenmuseum. En daar heeft hij jarenlang in depot gehangen. En gelukkig is die een paar jaar geleden gerestaureerd en nu weer te zien voor het publiek. Uit de werkwijze en de beschrijving van Schouten kunnen we opmaken dat het om vlinders gaat die naar de werkelijkheid zijn gemaakt. En die werkwijze van Schouten die komt overeen met de werkwijze die hij toepaste bij de diorama's. De diorama's zijn kijkkasten met daarin een ruimtelijke voorstelling van papier. En dat papier is geboetseerd, zoals Schouten het zelf noemt. Gerrit Schouten had een enorm gevoel voor detail en hij was een meester in het weergeven van verschillende materialen in papier, zoals hout, stro en ook vlindervleugels. En Schouten heeft de planten en dieren en ook de vlinders die hij afbeeldt ongelooflijk goed onderzocht en getekend. Het werk ging vaak naar Europa en werd daar beschouwd als onderzoeksmateriaal. Gerrit Schouten heeft voor het Koninklijk Kabinet 2 diorama's gemaakt. Eén van een Arawakkenkamp en één van een Caribekamp. En die gelden nu als topstukken van het Museum voor Volkenkunde in Leiden. Ook in zijn diorama's kunnen we zien dat hij echte plantages heeft weergegeven en echte stadsgezichten van Paramaribo. En ook in zijn tekeningen werkt hij op een wetenschappelijke manier. Hij geeft een plant weer in alle stadia van zijn ontwikkeling. Dat was de gestandaardiseerde wijze om planten weer te geven. En ik denk dat hij zo ook gewerkt heeft met de vlinders. Bovendien lijkt de vlinderkast heel veel op een vlinderverzameling zoals die voorkwam in een naturaliumkabinet. In 1735 ontwikkelde Linnaeus zijn Systema Natura, een nieuwe indeling of taxonomie voor de planten- en dierenwereld. En dit systeem wordt nog steeds gebruikt. Dat speelde zich af in de tweede helft van de 18e eeuw en het eerste kwart van de 19e eeuw. Dat was de tijd waarin Gerrit Schouten leefde en werkte. In 1839 was het eigenlijk afgelopen met de botanische tekenkunst. Het was minder noodzakelijk geworden, want de fotografie nam het over. Uit de documentatie blijkt dat er tenminste 3 vlindervitrines zijn geweest. We kennen er nu 1, maar wie weet komen we de andere 2, of misschien zijn er zelfs meer, ook nog een keer tegen.